Mimoen, afgelopen zaterdag een bijzondere wedstrijd tegen Katwijk. Ja, ik denk voor de neutrale toeschouwer een prachtige wedstrijd. Voor Katwijk wat minder uiteindelijk. Ik denk dat we Kozakkenboys hebben gezien die ook kan strijden. In plaats van altijd winnen met mooi voetbal. En ik denk dat het ook hoog nodig was. Ja, in de rust uit 2-0 achter. 10 punten achter virtueel op koploper Katwijk. En na de wedstrijd 4-3 gewonnen en dan zijn het er nog maar 4. Ja, dat is. Ik denk dat je daarmee de hele zaterdag topklasse beschrijft. Elke week staan ploegen weer op andere plekken. Ik denk dat ze te vroeg zijn gaan juichen. Ik merkte het in de rust al. Toen ging er al muziek af en vuurwerk. Weet je, dat is onderschat van je tegenstander. Ik denk dat wij dat goed hebben omgekeerd. Heeft jullie extra kracht gegeven? Ja, mij in ieder geval wel. Alleen, het was niet mijn wedstrijd. Want na mijn wissel kwamen wij pas terug. Maar hoe dan ook was ik super blij mee. Het was een beetje een wedstrijd die we eigenlijk hadden opgegeven. Koppen zaten allemaal omlaag en we waren wat teleurgesteld. Er werd niet veel gezegd in de rust. Dan zie je dat individuele kwaliteiten ongelooflijk belangrijk zijn. Vooral bij ons in het team. Je ziet twee momenten van Barry die gewoon los van de pasen die goed zijn. Maar Barry die dan echt laat zien waar hij goed in is. Volgens mij waren dat de enige twee kansen die hij had op dat moment. Hij maakt zich weer terug in de wedstrijd. En ik denk dat na die doelpunten, dat wij gewoon de bovenliggende partij waren. Je hebt zelf een operatie gehad rond de winterstop. Hoe is het nu met je? Goed. Qua ademhaling en conditioneel. Ik merk dat ik niet snel uitgeput raak. Ook toen ik gewisseld werd. Dit keer was het denk ik om het feit dat ik gewoon niet goed was. Maar dat mis ik wel. Ik mis wel het balgevoel. En ik weet eigenlijk niet waarom het komt. Maar ik ben het wel een beetje kwijt. Weet je? Ik denk dat de tijd kost, wedstrijdritme. In ieder geval, dat is wat mij wordt verteld door de staf. Daar vertrouw ik ook op. En voor de rest, jammer dat ik niet echt volledig terug ben zoals ik had verwacht. Dus het gaat helaas langer duren. En zaterdag dan een mooie wedstrijd tegen Lisse om weer een stap verder te zetten. Ja. Alleen, we zitten nu wel in een fase waarin we het echt moeilijk hebben. Ondanks de overwinning op Katwijk. Ik hoop dat allemaal goed valt, weet je, en dat we goed starten tegen Lisse. Ik weet ook niet of ik start. Dat is maar de vraag de afgelopen weken, weet je. Want hoe je het went of keert, ik presteer dan toch niet zoals zij van mij verwacht. En conditioneel ben ik dan wel weer terug. Maar kwalitatief kom ik nu nog eventjes tekort. Lisse, de vorige wedstrijd in de laatste minuut 2-2. Wat verwacht je voor een tegenstander zaterdag? Ik denk dat ze nu iets meer vertrouwen hebben als toen. Want toen waren wij de eerste plaats en de onverslaanbare. Ik denk dat we daar ook geen moeite hadden. Ik herinner me dat ik daar te vroeg gewisseld werd. Werd me later ook verteld en dat werd ook toegegeven. Als foutje om het maar zo te noemen. Ik denk dat we dachten dat er niks aan de hand was en dat we die wedstrijd al binnen hadden. Een beetje de fout die Katwijk zaterdag maakte. Dus ik hoop dat we dat dit keer niet doen en gewoon 90 minuten scherp blijven. En misschien wel 94 of 100 zoals afgelopen zaterdag. En dan met de 3 punten thuis hier blijven houden. Moet gebeuren.